Deze scholieren van het Technisch Atheneum in Merelbeke krijgen vanaf dit schooljaar intensieve praktijklassen op de bedrijfsvloer van de vroeggroep. De leerlingen volgen de afdeling dakwerken, een studierichting die heel praktijkgericht is en die je niet zomaar onder de knie krijgt door op de schoolbanken te zitten. Het Technisch Atheneum en het bouwbedrijf gaan daarom vanaf nu samenwerken. Het is voor ons heel moeilijk om met de middelen die we krijgen bij te blijven bij de constante technologische evoluties. Ik weet zelf heel weinig van dakwerken, maar ik heb mij laten vertellen dat hoe dat je vandaag de dag zo'n dak legt, dat dat niet meer is hoe dat men 5 jaar geleden werkte. En wij trachten bij te benen, wij trachten met de beperkte middelen dat we hebben ook zaken binnen te halen, maar dat is toch nooit hetzelfde als op de werkvloer, dus het is absoluut een meerwaarde dat we de ruggensteun krijgen van een gezond bedrijf zoals De Vroeg. En zij kunnen ons middelen aanleveren, onze leerlingen van middelen voorzien, dat wij toch een stuk moeilijker zouden kunnen. De leerlingen zullen hier elke week een paar dagen praktijkles volgen. Ze leren hier welke technische kennis een dakwerker nodig heeft. En aan de hand van deze levensgrote maquette van een huis kunnen ze hun leerstof ook meteen in de praktijk omzetten. Dat is een goed initiatief van De Vroeg. Ik vind dat ze dat, chapeau voor de groep De Vroeg, dat ze dat ons die kans willen geven. Denk je dat je hier meer gaat bijleren dan op school? Ja, je hebt er ook veel meer materiaal dat je kunt gebruiken. En ook verschillende materialen. Bij ons is dat zo allemaal korte materialen en ook weinig. En hier heb je veel meer. Dus het is hier wat beter om te werken. Intussen blijft de bedrijfswereld schreeuwen om goed opgeleid technisch personeel. Maar nog niet eens de helft van die vacatures raakt ingevuld. Technisch onderwijs is niet erg in trek bij jongeren. Nochtans zullen schoolverlaters met een diploma technisch onderwijs op zak wellicht het snelst aan een job geraken. Het technisch onderwijs is de laatste jaren niet aantrekkelijk gemaakt voor leerlingen. En die mentaliteit moet veranderen, vinden ze hier. Technisch onderwijs is verkeerd voorgesteld geweest. Men steekt veel te veel leerlingen in de ASO-richting. Die eigenlijk beter in een TSO-richting of in een TSO-zwemvijver moeten rondzwemmen. Want wij smeken naar mensen die intellectueel mee zijn om te weten, want de technieken die we vandaag moeten gebruiken, daar moet men kunnen bij redeneren en men moet weten waarom ze gebruiken en men moet weten hoe ze moeten gebruikt worden.